Dat is een mooie revanche op die saaiheid van gisteren dan. Ja, zeker een mooie revanche. Ja, ik was wel heel blij mee. Daarom is ook leuk dat Shirov mee doet, altijd actie natuurlijk. Ja, ik vond die opening lastig om te spelen. En ik denk dus dat hij het net onnauwkeurig heeft gespeeld. En dan Shirov heeft het gewoon zo'n ding gespeeld ook, laat het duidelijk zijn. Er waren dat totaal? 26. Ja. Dat is heel snel. Het lijkt zo makkelijk, hè, als je dan thuis kijkt. We gaan het nu even doen. Dus, met onze vriend Sipkin open toernooi, want die is een keertje onderuit gegaan. Die had van mij, vandaag zat hij heel goed en het ging denk ik wel winnen. Van, die was toen wel gewoon op het einde. Nee, denk ik wel. Ik heb niet meer gezien dat hij een kalmhorst had of zo. Maar hij stond op een gegeven moment in een eindspel met 2 pionnen tegen 4 pionnen, Sipkin 4. Gewoon veilig gekomen en dan 5 pionnen op A6. Ah, okay. Ja, dat moet wel. Ik heb Fenty ook gevolgd, maar ik denk dat wel goed om zit. Hij komt er wel. Jongens, bedankt.